Op meerdere plekken in Gelderland werden lawaaiprotesten gehouden om aandacht te vragen voor het klimaat. Zo ook in Apeldoorn, daar kwamen tientallen activisten bijeen. Hele goede avond. Morgen beginnen de Tweede Kamerverkiezingen. En dit jaar zijn er opvallend veel jongeren die vrijwilliger zijn bij een stemlocatie. Het zegt wel iets, denk ik, over hoe belangrijk jongeren het ook vinden. Dat we een democratie hebben, dat we verkiezingen kunnen houden en hoe betrokken ze ook zijn. En in Doesburg willen 3 bedrijven graag uitbreiden. Maar dat stuit op veel weerstand van inwoners en natuurorganisaties. Als ik ondernemer was, wist ik het wel, dan was ik al lang weg. In Arnhem, Nijmegen, Wageningen, Culemborg en Apeldoorn waren vandaag klimaatdemonstraties. Samen met nog 35 steden in Nederland werd gedemonstreerd tegen het huidige kabinetsbeleid. Dat doet wel wat, maar nog niet genoeg. Er rijden al heel veel elektrische auto's rond, zowel in de grote steden als op het platteland valt mij op. Ik zie in uw betoging daar bevoorraad worden met een heftige diesel. Oude diesel. Dat zijn mensen die van de muziektent zijn. En ik moet zeggen dat mijn invloed weliswaar groot is, maar nou niet zo groot dat ik ga over de door de mensen van de organisatie gebruikte brandstof. Maar dat is toch wel een beetje pijnlijk. Een oude diesel bij een klimaatdemonstratie. Ja, ik zal u plechtig beloven dat ik ze zo meteen daarop ga bevragen. Dus overal, waar we ook naartoe gaan. Want dat is onder andere waar zij zich zorgen over maken. Vervuiling van de aarde die catastrofaal zou zijn. Het zeewater stijgt. Het is gewoon allemaal heel eng om over na te denken, over de toekomst. We moeten anders gaan leven, anders gaan eten, anders gaan wonen, anders gaan autorijden, anders gaan reizen. Eigenlijk moet alles anders. Ik ben oma en ik vind voor mijn kleinkinderen en voor mijn kinderen, ik weet niet waar het naartoe gaat. Als ik af en toe hoor wat er aan de hand is, dan neem ik dat gewoon serieus. Overal zonnepanelen op alle daken. We moeten de veestapel op zijn minst halveren. Misschien wel 90% naar beneden. Dus we weten al heel veel. Ik weet niet of je met doorrekeningen, daar is het nu een beetje te laat voor. Als afsluiter de jeugdburgemeester met een toespraak. Een minuut stilte. En daarna lawaai. Go! Morgen gaat het gebeuren. De start van de Tweede Kamerverkiezingen. Een kleine 13.000 vrijwilligers bemannen de Gelderse stemlocaties. En dit keer zijn er opvallend veel jongeren die zich daarvoor hebben aangemeld. Koen is 18 en mag voor het eerst stemmen. Als vrijwilliger bemant hij woensdag een stemlokaal in Hattem. Ik hou ervan om voor andere mensen wat te kunnen doen. Dit is de uitgelezen kans om dat binnen de coronatijd te kunnen doen. Koen is niet de enige. Bij meer dan de helft van de Gelderse gemeenten melden zich meer jongeren dan anders. Zo blijkt uit een onderzoek van Omroep Gelderland. De gemiddelde leeftijd is toch gauw boven de 60, 65. En nu door de jongeren is het mooi weer teruggebracht naar een gemiddelde van rond de 40, denk ik. Voor Koen is het fijn om de handen uit de mouwen te steken, nu zijn studietijd, van achter zijn laptop, niet zo bruisend meer is. Het is jammer. Ja, ik zie wel mensen online, maar face-to-face eigenlijk niet. Je mist het wel in het contact met andere mensen. En dat kan dan in het stembureau wel. Op andere plekken werken gemeenten zelfs samen met scholen. In Apeldoorn bijvoorbeeld, waar 350 studenten van ROC Aventus een handje komen helpen. Ja, bijzonder. Ook iets wat je niet elke dag meemaakt. Er wordt op school ook regelmatig aandacht aan besteed aan hoe zit het nou in elkaar, de politiek. En om dan ook echt een beetje een kijkje in de keuken te kunnen hebben in zo'n stemlokaal is natuurlijk wel heel erg leuk. Het zegt wel iets, denk ik, over hoe belangrijk jongeren het ook vinden. Dat we een democratie hebben, dat we verkiezingen kunnen houden en hoe betrokken ze ook zijn. Als je hen vraagt, dan melden ze zich massaal. Dat is geweldig. Hoe betrokken Koen is, blijkt wel uit zijn uitslag van de toets die nieuwe stembureauleden moeten maken. Wat was jouw cijfer? 9,5. Ik heb mij wel even een paar dagen suf geleerd ervoor, want ik wou wel heel graag gewoon in één keer die toets halen. Helemaal uitverkocht was hij, de speciale wandelroute door Zutphen en Warnsveld. Tijdens die route komen de wandelaars langs verschillende horecazaken die ze in deze tijden van corona kunnen steunen. Volgende week is er weer zo'n tocht en alle beschikbare kaarten waren binnen 2 minuten weg. Vanaf het VVV-kantoor is er een route van 8 kilometer. Om de 10 minuten mogen maximaal 2 mensen de wandelroute afleggen. We houden heel erg van wandelen en we houden van Zutphen.
mooie omgeving. En ja, we houden van lekker bijkletsen en bijkletsen. Ja. Ja. De eerste stop is deze koffiezaak. Ja, dat is hartstikke leuk natuurlijk dat ze hier langskomen. Ja. En het beginpunt, dus het is nog even rustig opstarten. Maar nee, het is leuk dat het hier langskomt. Krijgt u leuke reacties? Tot nu toe wel, ja. En ook de burgemeester wandelt mee. Het is natuurlijk vreselijk voor de horeca en ook voor de winkeliers en voor zoveel bedrijven om ze helemaal stil te staan. Dus als het dan kleine dingetjes mogen en ze kunnen in ieder geval weer de ontmoeting hebben. Ik denk dat dat superbelangrijk is in het vooruitzicht dat we hopelijk per 1 april weer een beetje meer vrijheid krijgen. En dit is op een hele mooie coronaproof manier toch iets, een klein druppeltje op de gloeiende plaat om weer in de picture te komen en nou ja, wat klein beetje omzet te halen. Merkt u dat ondernemers het zwaar hebben hier in Zutphen? Ja, die hebben het echt. Ja, het is echt de koeken is wel een beetje op. Hele goede actie. Ja, ja, de horeca heeft het zwaar en normaal gesproken steunen wij de horeca ook nog wel. En dat is nu ook leuk om dat nu ook te doen. Ja. Als de proef een succes is, dan wordt de route uitgebreid. En gaan de horecazaken onderling roleren wie er open gaat. Straks het wijkje Daalhuizen in Velp bestaat 100 jaar. En dat viert de buurt met een speciale expositie. Dus ik dacht, dat leent zich heel goed voor een soort expositie. Een soort, soort groot museum waar je dan in de buitenlucht langs kan wandelen. Een agent is gisteravond gewond geraakt bij een aanhouding op de A12 bij Zevenaar. De politie wilde een verdachte wagen controleren en zette de auto na een achtervolging stil langs de snelweg. Vrijwel direct kwam het tot een vechtpartij tussen de bestuurder en de politie. De agent raakte daarbij gewond aan zijn hoofd en gezicht. De automobilist is uiteindelijk in de boeien geslagen. Een forse ravage nadat een 22-jarige man gisteravond met zijn bestelbus een huis in Kerkdriel had geramd. De bestuurder miste een bocht op de Pietersdijk en botste in volle vaart op het huis dat zwaar beschadigd raakte. De automobilist ging er vandoor, maar werd gewond in de buurt van de wagen gevonden en is opgepakt. De politie vermoedt dat hij onder invloed was van alcohol en drugs. De bewoners bleven ongedeerd. En in meer dan 30 landen is gisteravond de voorstelling Wit Konijn, Rood Konijn gespeeld. De acteurs stonden er zo bij stil dat precies een jaar geleden bijna alle theaters ter wereld hun deuren moesten sluiten vanwege corona. Zo ook in Apeldoorn, waar Emiel Jansen het podium betrad. De tekst van het stuk zat in een verzegelde envelop en de acteur begon dus helemaal onvoorbereid aan de online voorstelling. Het stuk wordt steeds door een andere acteur gespeeld en wie het een keer heeft opgevoerd mag het niet nog een keer spelen. Drie bedrijven in Doesburg, waaronder Rotra en Ubbink, willen graag uitbreiden. Maar dat stuit op veel weerstand. De plannen zijn nog niet concreet. Maar het bestemmingsplan moet onder andere gebouwen tot 22 meter hoog mogelijk maken. De gemeenteraad moet nog akkoord geven, maar inwoners en natuurorganisaties laten al van zich horen. Er zijn weer schoolexters. Leuk. Er is een ongelooflijk grote biodiversiteit in dit gebied aanwezig, zowel wat betreft planten als dierensoorten. Er waren al eerder uitbreidingsplannen waar de stichting Vraten Waard tegen was. De huidige plannen zijn minder rigoureus, maar de stichting maakt zich ook nu zorgen over de gevolgen voor de natuur. Dit moet niet. Dit is te belastend voor het gebied wat hierachter ligt. De natuurwaarden gaan verloren, het geluid, het is er nu stil, dus je krijgt geluidsoverlast. Wij, Stichting Vraten Waard, zeggen tot hier en niet verder. Volgens de bedrijven zelf wordt de Vraten Waard helemaal niet aangetast. De kade wordt iets uitgebreid, maar dat doen ze niet in de haven. Maar dat heeft geen gevolgen voor dat stukje Vraten Waard? Nee, aan de overkant komen we helemaal niet. Dus ook anders dan bij de vorige plannen blijft het allemaal binnen de contouren van het huidige bedrijventerrein. Het gaat om het bij de tijd maken van de bedrijven. Met als optie meer de hoogte in dan de breedte. Aan deze kant, dus niet aan de kant van de Vraten Waard, willen ze op een aantal plekken de gebouwen iets verhogen. Maar ook dat stuit op verzet van bijvoorbeeld de politiek. De overlast die de stad ervan krijgt door middel van de hoge loodsen van 22 meter, een extra kraan van 30 meter... extra verkeer wat er rondom de stad gaat komen. Natuurlijk is het belangrijk dat hier grote bedrijven zitten en dat hier werkgelegenheid komt. Alleen met deze schaalomvang denken wij dat dat niet verstandig is en dat dat meer nadelen dan voordelen heeft. Dus zoek een locatie waar je ruimte hebt. Als ik ondernemer was, wist ik het wel, dan was ik al lang weg. Ja, de uitbreidingsplannen worden in mei of juni in de gemeenteraad besproken. Enzo Cornelis is pas 18 jaar, maar doet al regelmatig bij Vitesse mee.
Het voetbal zit bij hem in de genen. Want aan het begin van deze eeuw speelde zijn vader Tim ook voor Vitesse. Maar als voetballer lijkt Enzo helemaal niet op zijn vader. Enzo Cornelis is dit seizoen doorgebroken bij Vitesse. De verdediger wil graag een basisplaats veroveren. Dat is eerst een doel wat ik wil bereiken. En als dat eenmaal is bereikt, dan ga ik vanzelf even verder kijken. Maar ik heb nu net 2 wedstrijden gespeeld. Maar vaste basisspeler worden, dat is het volgende doel. Vader Tim speelde zelf jarenlang betaald voetbal en is nu jeugdtrainer bij Vitesse. Hij zag al vroeg het talent van zijn zoon. Hij begon bij de kabouters toen hij 5 was. Dat heette toen zo. En toen mocht hij uiteindelijk meedoen bij de F18. En je kende F's voetbal, dat was kluikjesvoetbal. Maar hij ging altijd helemaal uit de kluikjes staan. En dan werd die bal wel een keer naar hem toegeschoten. En toen scoorde hij geloof ik 30 in een seizoen. Dus toen viel me al op van hij doet wel andere dingen dan de andere jochies. Het grote verschil, Tim is rechtsbenig en zoon Enzo links. Met rechts kan hij weinig. Goed lopen met rechts, maar ik ben wel redelijk stijf links. Als voetbalvader is het wel heel spannend voor Tim. Ja, als vader kijk je heel anders. Dat heb ik zelf nooit gekend als voetballer, ik zoveel zenuwen had. Ze zijn heel verschillend als voetballer, maar er is toch één overeenkomst. De grootste gelijkenis die ik altijd heb met mijn pa is de actiefoto's, vind ik altijd. We kijken allebei nooit echt heel mooi op die actiefoto's. Ja, dat klopt. Af en toe denk ik van, nou, zouden ze beter niet kunnen nemen. Het monumentale wijkje Daalhuizen in Velp bestaat 100 jaar. En dat viert de buurt met een vensterbank-expositie. Zo'n 30 kunstenaars bedachten werken waarin het jaar 1921 centraal staat. Dus iedereen die moest gaan speuren van wat gebeurde er nou in 1921. En daar kwamen de meest wonderlijke dingen bovendrijven. Zoals het doorgezaagde weesmeisje. Maar ook verwijzingen naar de Amsterdamse school. De stijl waarin de Velpse wijk is gebouwd. Vandaag komen bewoners hun vensterbankkunstwerk uitzoeken om het 100-jarig bestaan van hun wijk te vieren. Ja, ik vind het echt een prachtige wijk, echt. Maar omdat het ook een beetje onder de architectuur valt, is het voor ons ook een hele bijzondere straat geworden. En dan voel ik echt voor mezelf van, het is een hele eer dat wij hier mogen wonen. Ze doen dan ook graag mee aan de expositie. Ja, nou, dat kunstwerk hebben we uitgezocht. Het heeft te maken, begreep ik van de kunstenaar, dat het een flatgebouw is. Het is het eerste flatgebouw wat hij in Nederland heeft ontworpen. En het kunststuk trekt gelijk al bekijks. En dan krijgt u nog het weer. Vanavond en vannacht overheerst de bewolking en er valt zo nu en dan een bui. Tegen de ochtend wordt het droog en klaart het op. De temperatuur komt uit op minimaal 4 graden. Morgen breekt zo nu en dan de zon door, maar uit de aanwezige stapelwolken kan ook nog een bui vallen. Het wordt dan maximaal 9 graden. Kijken we nog even vooruit. Dinsdag is het op de meeste plaatsen droog en is de zon aanwezig. De dagen erna valt er soms een bui en wordt het wat kouder. En tot zover het Gelders nieuws. Meer nieuws is terug te vinden in de Omroep Gelderland app en online op onze website gld.nl. Ik wens u nog een mooie avond.